de baan is denk ik al 20, 25 jaar hetzelfde. Dus het is fijn dat er toch eens nieuwe dingen in zijn gekomen. En natuurlijk zijn we met de start 2 jaar geleden al veranderingen ingebracht. Wat sowieso beter was. Ik bedoel, als je dan met 1400 chicane vliegt of een 180 graden box, altijd veel veiliger. En nu hebben ze schijnbaar voor de toeschouwers nog steeds 180 graden start en dan iets meer nog in het binnenplein dat er wordt gerezen. De eerste ronde toch nog voor de meeste fans zichtbaar zijn in plaats van dat meteen rechtdoor het bos in wordt gereden. Dus ik denk dat het zeker een heel positief ding is wat ze hebben gedaan om de baan dus eindelijk eens te veranderen. En we hopen dat er veel toeschouwers komen. Het weer is op het moment goed, dus hopelijk zondag ook wel een mooi zonnetje en dan veel toeschouwers. Ik hoop toch 2 keer te winnen. Ik bedoel, ik heb tot nu toe elke wedstrijd wat punten zijn uitgedeeld, tot nu toe nog gewonnen. En ik hoop sowieso voor mijn thuispubliek. Ik bedoel, het is toch het is geen thuis GP, maar toch een ONK waarvan ik heel dichtbij erbij woon. En ik geef het dus 5 minuten van mijn huis af, dus ik hoop gewoon 2 keer. 2 keer te winnen. Ik bedoel, je stelt als rijder of ik dan toch altijd nieuwe doelstellingen en het ging het jaar in om sowieso wereldkampioen te kunnen worden en zo min mogelijk fouten en zo min mogelijk manches te verliezen, maar zo'n 5 GP's zo gedomineerd te hebben en zoveel manches te hebben gewonnen, ja, is er gewoon een nieuwe doelstelling bijkomen. Dat is proberen om alle reeksen te winnen en we hebben er 10 reeksen gehad waarvan ik ze alle 10 heb gewonnen, maar er komen geloof ik nog steeds 12 GP's, wat wil zeggen 24 dus we zijn nog niet eens op 1/3. Dus ik bedoel, het gaat heel moeilijk zijn, maar dat is mijn doelstelling voor nu en om zo hard mogelijk te blijven trainen. Ik bedoel, ik heb wat problemen gehad met de starts de laatste tijd, waar ondertussen normaal problemen van opgelost zal zijn. Maar we gaan er gewoon het beste van maken en zoveel mogelijk proberen te winnen. En dat is mijn doelstelling. En natuurlijk in het ONK vorig jaar alle bandjes gewoon op eentje na. Dus hoop ik dat jaar dadelijk maar alle matches proberen te winnen. Ik hoefde in Oldebroek niet op 100% te rijden. Ik heb daar gewoon op 80-90% kunnen rijden en proberen geen fouten te maken. Daar zaten we ondertussen nog in maart, wanneer er nog redelijk wat aan het vriezen was. Waardoor 's morgens zelfs de baan bevroren was. En zelfs middags ook nog een beetje. Dus daar heb ik sowieso niet 100% voluit gereden. Maar ik bedoel, dat was vergeemd een doelstelling. Ik had ook als doelstelling een vlak zwaar 2 keer per minuut te winnen. Maar alles ging ook fout op de zaterdag. Dus je kunt nooit dingen voorspellen en er gebeuren zo vaak dingen waarvan je nooit zal verwachten. Wie had verwacht dat Cavalke Zwaard 40 startplek moest starten en dan zoveel moeite moest gaan doen. Dus je weet het maar nooit, maar ik bedoel van geen, het is gewoon maar 1 ding wat telt en dat is winnen. Of ik nu met 1 minuut of met 1 seconde win en hoe ik win, dan zit ik 8e voor erop, dat maakt niet uit, zolang ik maar gewoon win, want uiteindelijk daar dat draait het om, maar ik heb nog steeds volle motivatie en het is altijd leuk om in Nederland te kunnen rijden voor mijn thuisfans. En voor die mensen is het ook moeilijk om reizen naar Brazilië te maken ofzo. Dus ja, ik moet die mensen nog de kans geven om mij toch nog soms rondom het huis te zien rijden. Ik bedoel, het ligt ook aan waar en wanneer en de weersomstandigheden. Ik bedoel, op een zomerse dag wanneer het 35 graden is, waar je heel goede fysiek moet hebben, waar ik op het moment redelijk goed heb, dan is dat sowieso al een stuk makkelijker. Ten tweede, de baan moet heel zwaar liggen. En ten derde, het moet niet het volledige GP-veld moet starten. Ik bedoel, nu staat de tweede en de derde rij van het wereldkampioenschap ook aan het hek. Dus dan is het vrijwel moeilijk of onmogelijk om hier op een ronde te rijden. Ik bedoel, ik heb vorig jaar wel eens stunten gehad dat ik hier op een ronde reed. Maar dat reed niet de allerbeste meets. Dan stond er geen Tommy Searle of geen Max Anstey of geen Joël Roelands of Jeremy van Horbeek op dat moment aan het hek. Dus er zijn mogelijkheden wanneer het gaat, maar sowieso in geen moment niet omdat er te veel toppers aan het hek staan. Allemaal goed uit. Het is natuurlijk nou nog helemaal vlak, dus ze zitten niet echt lijn. Het is nog wel glad omdat het zo opgedroogd is, maar ik denk voor de wedstrijd dat je wel, als tenminste binnen- en buitenbocht, ik denk dat er wel meer te passeren is als voorheen. De bulten natuurlijk ook voor het publiek en zo ziet er allemaal wel netjes uit en ik denk wel beter als voorheen. Ja, begin van het seizoen ging niet helemaal lekker. Zo, ja, Halle ging in principe nog wel goed. Ik had denk ik nog niet zat op de motor gezeten, maar ik dacht vanaf daar gaan we verder, maar toen kwam Oldebroek en toen ging het helemaal niet. En, dus Oldebroek wil ik snel vergeten en ik wil het hier
laatste week heel veel getraind op de motor, dus het voelt allemaal een stuk beter. Dus ik hoop dat het hier goed gaat komen. Natuurlijk op sommige stukken, net zoals de dubbel iets verder op circuit, dat is allemaal goed. Ik denk alleen de eerste build naar de start, dus de binnenkant denk ik dat te veel tijd kost tegenover de buitenkant. Dus ik weet niet of ze daar nog iets aan gaan veranderen. Maar de rest denk ik dat het wel goed is, dat je wat keuzes hebt en ook inhaalmogelijkheden. Ik denk dat het daar allemaal wel beter door wordt. Natuurlijk, ja, ik weet niet wie er precies mee gaan rijden, maar ik denk dat er wel een stuk minder Grand Prix rijders hier naartoe komen. Dus ja, ik hoop toch wel op mijn beste klassering. Halle was 10. Ik hoop dat ik hier toch wel naar top 8 kan komen. Misschien vijfde plaats. Dat zijn toch wel mijn verwachtingen om hier te kunnen finishen. Ja, het is wel, zeggen wel, mijn thuisbaan. Ik train hier eigenlijk weinig. Ik kom hier wel ooit. Maar omdat je alleen het voorste stuk mag rijden, is het natuurlijk toch wel dat ik hier niet zoveel kom. Maar toch, deze baan ligt me wel. En in het verleden ook heb ik hier toch wel best goede wedstrijden gereden. En ik kijk er echt wel naar uit om hier van start te gaan. Het moment is nog vlak, dus het is even wennen. Er zijn nog niet veel sporen in. Maar ik denk wanneer er sporen in komen en knippen, gewoon wanneer, ja, na de training denk ik al dat, ja, dat gewoon beter is. Want eerst lag altijd heel veel snelheid. Je kwam gewoon waar je het bos uitkwam tot daarachter was gewoon bijna alleen maar gas geven. En nou heb je een paar bochten en zo. En ja, er zijn gewoon meer inhaalmogelijkheden. De snelheid is niet meer zo hoog, dus het is makkelijker inhalen, denk ik. Ja, de knippen zullen dieper worden en zo. ik denk dat er meer mogelijkheden komen. Je gaat meer sneller buitenom rijden, want eerst was gewoon één ideale lijn, zeg maar. En ja, daar hield iedereen zich eigenlijk aan. En nu ben je denk ik sneller geneigd om een keer buitenom te pakken of gewoon iets te proberen. Want ja, de snelheid is toch lager en je hebt meer mogelijkheden. Ja, dat klopt, want Gemel zei ik al bijna 40 jaar hetzelfde eigenlijk. Dus het is goed dat ze iets nieuws een keer proberen. Bijvoorbeeld ook de splitsing daar, zeg maar, het kiesstuk. Dat was eerst gewoon twee bochten van één wal en dat kon je gewoon niet inhalen. Als je achter iemand zit, dan pak je gewoon sowieso de andere lijn en dan probeer je gewoon die twee bochten zo hard als je kan te rijden en proberen voor die andere uit de bocht te komen. Dus ik denk wel dat het beter is, want je krijgt de mogelijkheid gewoon om proberen in te halen. En bijvoorbeeld hier in het binnenterrein is ook, zoals ik al zei, de snelheid lager. Dus ik denk dat het wel beter wordt, vooral wanneer de lijnen en de knippen er zijn. Ja, ik kijk zeker uit naar de wedstrijd. Het is 15 kilometer ongeveer van mij thuis. Dus ook de enigste wedstrijd in Brabant, als je de kalender bekijkt. Dus ik kijk er al lang naar uit. Zware zandbak. Halle en Oldebroek waren een beetje bevroren, dus was al veel sneller. Dus ik denk dat ik hier beter ga rijden als in Halle en Oldebroek. Dan komt hij zo hard in die boot. Ja, dat denk ik ook. Gewoon een drinkklappen. Hij zal iets harder moeten dan wat je net deed. Ja, maar dat is wel.